Kijk dus op het oscilloscoopscherm wat je ziet. En wat er gebeurt als die wat minder gaat draaien. Nog één keertje dan. Hij loopt plat. En dan krijg ik een leuk grafiekje te zien. Nou, leg uit hoe dit werkt. En met welk apparaat, wat je vast en zeker in huis hebt of iets in de buurt, kun je dit vergelijken.